Telesuur neemt klachten over seksueel molest op de werkvloer heel serieus. Nadat maandag de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met de stichting Ilse Henaar Hewitt juridische bijstand voor vrouwen heeft plaatsgevonden, werd vandaag de klachtencommissie ingesteld. De installatie vond plaats op het Telesuuropleidingscentrum TOC. Deze commissie zal klachten onderzoeken en rapportage doen bij de directie. Directeur Mike Antonius overhandigde de commissieleden hun aanstellingsbrief. In de commissie zitten er 2 leden aangewezen door de directie, 2 leden door de TTWOS, de vakbond bij Telesuur en een lid voorgedragen door de stichting. De leden wijzen uit hun midden zelf de voorzitter aan.